Kijk, uiteindelijk hebben we DSM totaal omgebouwd. Misschien is het allergrootste succes dat het een van de duurzaamste bedrijven is geworden. En een economisch succes als je kijkt naar omzet, naar winst, naar market cap. We suffer the most, we cost the least and you don't care. Als mensen die het niet breed hebben een zwaardere rekening moeten gaan betalen aan klimaat, dan voelen die dat deels als unfair, te duur enzovoort. En daar moeten we wat aan doen. Waarom zou je 50% van het talent in de wereld, vrouwen, verontdagzamen? Dat is gewoon dom. Dat is macro-economisch dom. Dat is micro-economisch in bedrijven dom. Dat is gewoon dom. Je moet willen kunnen luisteren naar anderen en ook iets ingeven en anderen ook iets gunnen. En als je dat niet doet, dan ben je heel stevig, maar je bereikt niks. It is not the biggest, it is not the fastest, it is not the strongest, but it is the fittest who will survive.